Jip, leuk dat je er bent. Ja. Wat is het belangrijkste wat er in jouw leven is gebeurd? Want je hebt een bewogen leven, ja, maar laten we daar eens mee beginnen. Nou, het belangrijkste is niet eigenlijk één moment. Want ik heb het gevoel, er is al in mijn leven echt een breekmoment geweest. Maar dat heeft zich opgestapeld al daarvoor. Hè, bijvoorbeeld, als ik een klein voorbeeld mag noemen. Ik ben opgegroeid, geboren Amsterdam, maar opgegroeid in Putten. En daar vond ik, toen ik 14 jaar oud was, vond ik tussen de spouwmuren van onze boerderij, die verbouwd werd, een van de eerste drukken van het dagboek van Anne Frank. En het was half vergaan, maar dat boekje, dat dagboek, werd mijn bijbeltje. Jaren daarna werd ik uitgekozen uit 3000 meisjes om die rol te spelen van Anne Frank. Dus dan kun je zeggen, oh, die rol was het allerbelangrijkste. Ja, maar als je dat daarvoor niet had gehad, was ik misschien helemaal daar niet gekomen. Dus de weg naar een punt toe wat heel mooi is, is even belangrijk voor mij als het punt zelf wat mooi is en belangrijk. Zullen we eens naar een paar filmbeelden kijken van Anne Frank, waarin je een rol speelt met Jeroen Krabbé? Goed. Waarschijnlijk is hij de enige jongen die ik in maanden en nog eens maanden te zien zal krijgen. Wat heb je daar? Je dagboek. Dat je dat ook nog meegenomen hebt. Daar heb je meer aan dan aan jurken. Hm. Weet je wat ik van plan ben? Ik ga net doen alsof het hier een heel eigenaardig pension is. Maar op vakantie zijn we... maak die doos eens open. Oh, Pim, filmsterren! Ik heb lopen denken, waar zijn die nou gebleven? De koningin, ook wat lief van je. Oh, ik ga ze meteen opplakken. Lijm, beneden is vast een lijm. Anne! Je speelt echt die rol van, je was ook Anne Frank voor mij. En dat hebben we heel veel zo beleefd. En dat is echt dankzij Jeroen. Die had een hele mooie regie. Te zeggen, we gaan geen icoon spelen. Ze is niet heilig. Het is zelfs een beetje een vervelend meisje. En vol met karakter. Dat klopt wel. Dus ik kon gewoon mezelf spelen. En daar was het zo leuk. In koppertje. Ja. En dus, ik vond het ook niet zo moeilijk. Ik zei ook tegen iedereen, ja, ik kan het. Maar dat heeft ook meer bij jou gebracht dan alleen maar het spelen van de rol. En van bekende Nederlander worden. En van beroemd worden. Maar het heeft jou laten nadenken over het Jodendom. Nou ja, weet je, wij waren niet gelovig thuis, hè. Maar mijn vader, die was, je kunt zeggen, geobsedeerd door de Shoah, door de Holocaust. En alles wat over het Joodse volk ging, Golda Meir leek op zijn moeder. En dan had de Mossad weer iets gedaan en dan hingen we aan de buis. Dus ons gezin volgde dat. En mijn vader was chirurg en dan kreeg hij een cadeautje, dan kreeg hij matzot voor Pesach. En de Israëlische postzeggenverzameling. En ik heb altijd gedacht dat wij Joods waren. Onze omgeving heeft ook ons Joods gemaakt. Mijn vader zag er heel Joods uit. En ja, ik natuurlijk ook. En dus eerlijk gezegd, die rol, ik ben daar ingegleden als een handschoen in de glove. Ja. Of als een hand in handschoen. Ja. En alles kwam op zijn plek. Op de eerste plek zat ik in de Joodse community. Ik was geliefd door het Auschwitz-comité, waar we een speciale voorstelling voor speelden toen. En dus ik ben daarin ondergedompeld in die hele wereld. En ik hou van die wereld. Het is mijn thuis. Ik voel me daarin thuis. Want ze staan even een stukje van je geschiedenis over. Ik kom op terug. Want daarom staat het schilderij hier ook. En daarom heb je een hele zoektocht van je leven verwoord in schilderijen. Waar binnenkort een prachtige expositie van komt in de Oude Kerk in Delft. Ja. Maar vertel even over de zoektocht die jij neerlegt in je schilderijen. En dit is dit je meest geliefde schilderij? Nou, niet meest geliefd, maar andere geliefden zijn een beetje groot voor je. Want ik schilder nogal grote schilderijen. Maar dit is wel een geliefd schilderij van mij. En je zult op veel doeken van mij zien mensen met koffertjes. En dat is natuurlijk de Shoah. Dat is Anne Frank. Anne heeft ook zo door Amsterdam gelopen met het koffertje. En het altijd maar weer voorttrekken van het Joodse volk. Hè, dit schilderij is gebaseerd op Jesaja 63... Kijk, ik ben tot geloof gekomen. En mijn eerste 10 jaar hebben bestaan in ondergedoken te zijn in het woord. Ik heb Hebreeuws geleerd. En ik heb gelezen in allerlei vertalingen. In allerlei talen. En ik hou van de Bijbel. Ik hou van het woord. En daarna ben ik eigenlijk weer gaan schilderen. En toen kwamen deze beelden eruit. En in Jesaja staat, Jesaja 63 vers 9 staat, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van het aangezicht van de eeuwige, die heeft hen gered, die heeft hen gedragen in zijn liefde, heeft hij redeemed, heeft hij voor hen losgekocht. Alle dagen van oud heeft hij met ze samen gelopen, gedragen. En dat vond ik zo mooi, dat ik denk, hij is er altijd bij geweest. Dus ik heb midden in die wandelende mensen de Messias, de verborgen Messias. We weten nog niet wie het is als we met hun meelopen. Hè? Ik heb hem ontmoet, maar zij zien hem nog niet. En dit zijn mensen, ze lopen op een gele weg. Het is bijna weg naar de hemel. En hij loopt erbij. In alle dagen van ouds, maar ook in alle dagen van nu, is hij, de eeuwige, de engel van zijn aangezicht, die loopt met hem mee. En ik heb bijvoorbeeld, hier is de naam van de eeuwige. Dat is Jod, He, Wav, He. Dat zijn die vier letters die een Joodse gelovig iemand niet zou uitspreken. En het staat eigenlijk voor ik ben die ik ben, ik was, ik ben en ik zal zijn. Het is een soort werkwoordsvorm bij elkaar, de eeuwige. En die zit eronder, ook verborgen. Dan gaat er een dun lijntje naar boven en dat is de menorah. Dat is het licht, het eeuwige licht. Ja. En beide zien ze niet. En mijn vraag is, die ik zelf eigenlijk in mijn hart heb gekregen, maar waarvan ik denk ook naar andere mensen toe. Ben jij bereid om een poosje met hun mee te lopen? Ben jij bereid om het koffertje te dragen? Ben jij bereid om die hand te leggen op de schouder, om te luisteren? Om ja, erbij te zijn. Want dan zeg ik wel, waarom zouden we dat moeten doen? Nou, ik zeg bijvoorbeeld, als jij een christen bent, hè, dan is dit jouw God. Hè, deze God zegt zelfs, als dit Jezus, hè, Yeshua, want het was ook gewoon een Joodse man, hè, die Yeshua heette. Ja. Als deze man, daarover staat geschreven dat hij is het hoofd en jij bent zijn lichaam. Dus hoe kan het, als hij bij zijn volk is, dat zijn lichaam dan ergens aan een warme keukentafel zit of in een kerk? Hè? Wat is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat christenen in een kerk zo hard gingen zingen, want dan hoorden ze de trein niet. Waar Joodse mensen in zaten die naar de kampen gingen en waar je gegild werd. Dus dan denk je, hé, dat kan niet. Dan is de God die op dat moment in die kerk werd beleden, eigenlijk een idee. Want de God van de Bijbel zou met hun mee zijn gelopen. In al hun lijden leed hij ook. Waarom draagt de eeuwige, zoals jij het zo mooi zegt, zoals de Joden het ook zo mooi zeggen, nooit God maar de eeuwige, niet ook een koffertje of twee koffertjes? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou denken, die zou juist meedragen. Ja, hij zit in die talit, hij heeft zijn handen, weet ik. Daar heb ik niet aan gedacht, maar dat is wel misschien een goed idee voor een volgend schilderij. Ja. Ja, hij draagt wel mee. Ja. Ja. Hoe heb jij ontdekt dat hij jou draagt? Dat was dat breekpunt, dat was in 1990 in Parijs, of all places. Ik was aan het eind van mijn Latijn. Ik was toen nog heel erg beroemd. Deuren gingen voor me open, zelfs naar Amerika toe om te komen als actrice. En iedereen hield van mij en ik hield niet meer van mezelf. Dus de discrepantie was zo groot. Er zat geen olie meer in. Je was zo'n mooie vrouw. Ik ken je al heel lang. Je was zo'n plaatje dat iedereen geadoreerd. Ja, maar ja, het gaat toch om dat moment dat je gelukkig bent. Dat is toch wanneer je zelf een beetje zelf zit. Ja. En het stond me ook zo tegen dat het zo om mij draaide. Ja. En dat mensen mij vereerden. En dat zei ik ook, daar ben je niet voor gemaakt. Je kunt die adoration, die verering, die kun je niet verteren. Die kan je geen plek geven. En de een die gaat er zus mee om en de ander zo. Ik ging daardoor gewoon heel hard leven. Destructief leven. Dus er was een moment, ik had mijn man, mijn geliefde, toen ontmoet, die Franse geluidsman, Philippe. En we waren samen aan het zoeken en hij had God gevonden, echt in de kerk. En dat was voor mij een ontzettend moeilijk moment, want voor mij alles was mogelijk, maar niet Jezus. Dat kon gewoon niet. Ik zag hem nog als een Duitser, blond haar, blauwe ogen. Of christelijk. Ik zeg, daar heb ik niks mee. Daar kan ik niks mee. En dus dat was een zeer pijnlijk moment in onze weg samen. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik wil wel weten dan wat jij gelooft. En er was een Amerikaanse pastor in een feestzaal in Parijs, bij de Sorbonne in de buurt. En ik zei, ik ga daar naartoe. En dat was mijn avond. Het was ook mijn avond, het was Gods avond met mij, maar mijn avond met hem. Ik zei voordat ik daar naar binnen ging, ik zei, en het is nu of nooit. En ik hoorde echt in mijn borst, ik hoorde een stem en die zei, dat geldt hetzelfde voor mij. Het was alsof ik een vliegtuig uitstapte vroeger, dat je nog niet in zo'n slurf, maar direct in een ander land, waar de hitte, woem, dat woem, dat ik door de geluidsbarrière ging. En ik was helemaal stil, ik was perplex. Alsof God zei, nou Jip, hou je kop dicht deze keer. En nu ja, is het mijn tijd om tegen jou te praten. Dus ik zat daar als een muisje in die zaal. En ik vond het zo mooi. Ik zag dat die mensen waren anders. Die mensen waren niet zo hip en dit als ik. Maar ze hadden iets puurs, iets liefdevols. En ik zat daar, mijn hart begon te smelten en te breken. En ik schaamde me. Ik denk, oei, is niet meer wat men je maar kent. Dat ik hier begon te huilen. Dat krijgen we nou. En toen kwam er één zin naar boven. De zin die eigenlijk een deksel was op mijn hart. Dat is God, wilt u mij wel ontmoeten? Ik zou mezelf namelijk niet weer ontmoeten. En die zin, die haalde iets open. Haalde iets open. Er ging iets uit. Weet ik wat, een zelfhaat. Maar er kwam ook iets in. Ik voelde een soort iets binnenstroom. Iets van warmte, iets van liefde. En toen zat ik daar. En toen heb ik een momentje gehad. Dat was natuurlijk heel... Hoe zeg je, spiritueel, heel, je kan het niet bewijzen, hè? Maar ik zag iemand, een man, keek naar mij. En dat was een Joodse man. En de manier waarop hij naar mij keek, ik zeg altijd, zo heeft nog nooit een man naar mij gekeken. Hoe hij zijn ogen op mij legde. Ik vond mezelf in zijn ogen. Hij kwam niet om iets te halen. Hij gaf mezelf terug in de manier waarop hij naar me keek. Ontroerend. Ja, en er was zo'n klein momentje, zei hij, als je met mij meegaat, neem ik je mee naar een andere plek. En die plek zag ik ook. Die plek was alsof je midden in de regenboog staat. Alles was puur, het was maagdelijk, vol kwaliteit, vol vreugde, vol diepgang. En dat heb ik geprobeerd te schilderen in de schilderij wat in Delft zal hangen. In nieuwe hemel, nieuwe aarde heb je een vrouw, een bruid, die trouwt met de hoge priester. En het is alsof de wereld open gaat en de hemel gaat open en alles stroomt door elkaar heen. En ja, het was een extreem moment. Ik ben ervoor gegaan aan het eind. Ik zei, deze God wil ik kennen. In de Bijbel heb je dat je opnieuw wordt geboren, zegt Jezus tegen Nicodemus. Ja. En dat heb ik echt meegemaakt. Ik kwam buiten, het was anders. Ik zag het anders, ik beleefde het anders. En ik kwam thuis in mijn eigen lijf. En dat is een radicaal moment geweest. Daarna heb ik nog twijfels gehad. En toen zijn mijn gedachten eigenlijk tot geloof gekomen. Toen ik had een Bijbel gekocht. Ik zat nog steeds met dat Nieuwe Testament en dat Oude en de kerk en de synagoge of wat, hoe moet het, hoe klopt het. En toen las ik Psalm 22, per toeval, ik sloeg mijn Bijbel open. En toen ik die psalm las, is mijn verstand tot geloof gekomen. Ik zei, dit is een profetie, een voorspelling, een beschrijving van de dood van de Messias. En ik zei, nou, de twee kwamen samen. Mijn hoofd kwam tot geloof. Ik zei, Heer, Yeshua, Jezus, u bent mijn God. U bent mijn Heer. Ik geloof dat u de Messias bent. En toen heb ik die tussenpagina tussen mijn Bijbel uitgescheurd. Tussen het nieuwe en het oude. En van de twee één gemaakt. En daarna is een dieselmotortje langzaam op gang gekomen. Met heel veel moeite. Het is heel moeilijk geweest om mijn oude leven achter te laten. 10 jaar echt wel in de desert van Frankrijk gezeten. Zonder dat iets echt een plek kreeg. Wel wat kleins gedaan. En toen na die 10 jaar ben ik begonnen met schilderen. En die zijn er eigenlijk uitgevlogen toen. Alsof het is opgestapeld. En dat doe ik nog steeds. En hoeveel komen er te hangen in de prachtige Oude Kerk? 45. Ja. Ja, het wordt een grote expositie met heel veel nieuw werk. En voor het eerst heb ik er een boek bij waar ik ook mijn levensverhaal staat daarin geschreven. En het verhaal, dus achter ieder schilderij, wat het betekent, waar het vandaan komt. Een soort afpellen als een ui van ja, hoe mijn inspiratiebron daarbij is geweest. Wat, en daar wil ik mee afsluiten, is jouw droom? Kijk, mijn droom is het vergezicht van die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Mijn droom is dat we thuiskomen. Mijn droom is ook dat deze koffertjes thuiskomen. Mijn hart is samen verweven met het Joodse volk. Ik heb zoveel ontvangen en voor hen is er nog een weg te gaan. Maar er is voor hen ligt ook zoveel mooie dingen. En ja, de tijden waarin we leven zijn moeilijk voor hun. En ik wil bij hun staan. Ik zou het liefst willen zien dat, ja, dat ik wat van hun last af kon nemen. Ik houd van dit volk. En ik zie, ze hebben een plan, ze hebben een roeping. Om een volk te worden van priesters en een licht voor de wereld. Dat staat in het woord. Een nieuw in het oude. We kunnen er niks anders van maken. Het is een belofte voor hen. En om daar te komen is mijn droom, ik ben realistisch, ik ben eigenlijk geen dromer meer. Dat ik daarin mee kan helpen, dat zij daar zullen komen. Ik denk dat je dat zeker doet met je schilderijen, met wat je nu gezegd hebt. Jij gaat straks exposeren in de Oude Kerk in Delft, dat is over een paar weken, 1 april. Ja, 1 april is de opening en dan staat het er tot eind augustus. Nou, ik kom zeker kijken. Ja. Ik laat je niet graag met lege handen teruggaan. En dit is een minuut voor God. Alsjeblieft. Mooi kleurtje. Ja, hè? Vind je niet? Ja. En dit is een bijzonder cadeautje. Ah. Ik ga wel even kijken hoe jij dat vindt. Oh, mooi. Le fils prodigue. De verloren zoon. Zo mooi op zijn Franse.